Ja, natuurlijk Fishy hier weer en vandaag weer een nieuwe serie hier op mijn kanaal. En in deze serie ga ik het in ieder geval over mijn top 5 hebben. En dan denk je top 5, top 5, dat is niet zoveel. Maar ja, we gaan natuurlijk, wat ik in ieder geval ga doen in deze serie is in ieder geval elke Call of Duty onder de loep nemen. In ieder geval de Call of Duty's die ik gespeeld heb. En dat zijn COD 4, MW2, Black Ops 1, MW3, Black Ops 2. Ghost, Advanced Warfare. Dat zijn in ieder geval de Call of Duty's die ik gespeeld heb. In de meeste, zeg maar. We gaan beginnen gewoon met Black Ops 2. En vandaag beginnen wij ook met de mappen van Black Ops 2. Maps van Black Ops 2. Maar ik ga het ook bijvoorbeeld een keertje hebben over in Black Ops 2. Over bijvoorbeeld de wapens en over de game modes die erin zitten. Maar allereerst dus vandaag in ieder geval over de maps. Want ja, dat is toch altijd wel leuk om het daarover te hebben. Vind je het natuurlijk een leuke serie? Laat in ieder geval een duimpje achter. En ja, laat natuurlijk ook jouw top 5 achter bij de comments. Want dat is altijd interessant natuurlijk. We gaan hier over naar nummer 5. Op de vijfde plek staat de map Carrier. Carrier is natuurlijk een behoorlijk open map eigenlijk. En dat heeft zowel pluspunten als minpunten, zeg maar, die map. Allereerste pluspunten zijn op die map is dat het op zich een hele overzichtelijke map is. Er zijn weinig plekjes waar je kan campen. En dat is natuurlijk voor mij, ja, als speler zijnde, vind ik gewoon campgedrag vind ik... heel erg eigenlijk, zeg maar. Dat irriteert me natuurlijk als meeste aan. Wat ook een voordeel op die map is eigenlijk dat er relatief goede spawns in zitten in die map. En dan heb ik het bijvoorbeeld over in ieder geval Domination natuurlijk, maar ook op Free For All en op de Free For... Tenminste, op de solo game modes, hè, bijvoorbeeld Gun Game of Sharpshooter of andere game modes, is die map gewoon heel erg overzichtelijk. Natuurlijk zijn er wel duidelijke spawns, dus als je gewoon, ja... slim bent, dan kun je daar heel veel kills pakken. Heel makkelijk natuurlijk, want je weet gewoon waar iedereen vandaan komt. Maar, zal ik zo zeggen, het kan niet zo zijn dat ze gewoon ineens een metertje achter je spawnen. Vooral op die map valt dat eigenlijk wel reuze mee. Carrier speelt zich natuurlijk af op een vliegdekschip. En het enige nadeel wat ik wel vind van die map is eigenlijk dat het, doordat het overzichtelijk is natuurlijk, dat er heel veel mensen daar gewoon op gaan snipen. Kijk, persoonlijk vind ik snipers niet leuk natuurlijk. Tenminste, ik ben er zelf ook niet goed in, dus misschien dat het ook natuurlijk mee te maken heeft. Maar in ieder geval, ik vind het niet leuk en zo. En ja, heel naar gaan ze bijvoorbeeld altijd pirouetjes draaien van die, ja, hoe heet ik weer, waar die vliegtuigen tegenaan staan als ze geremd worden in ieder geval, of tegengehouden worden, weet ik veel. In ieder geval zo'n ding. Daar gaan ze in ieder geval allemaal pirouetjes van draaien. En ja, dat is natuurlijk gewoon ja, pure shit natuurlijk. Op de vierde plek. Nummer 4. Hijacked. En dat speelt zich af op een boot. En de boot is best leuk. Heel erg leuk. Kan er wel een beetje op gespawntrapped worden. Vooral in Gun Game. En ook in Domination. Hè? De spawns zijn heel erg duidelijk. Bijvoorbeeld met Domination heb je gewoon A en C zijn aan de buitenkant. B is in het midden boven. Ja, nog een nadeeltje van die boot is eigenlijk is het benedendek. Ik vind het op zich, ja, weet ik niet. Ik vind het niet zo heel erg lekker. In Hardpoint heb je natuurlijk wel beneden de Hardpoint waar je naartoe kan dan. Op zich is het wel logisch dat er is. Maar het had voor mij had die hele beneden verdieping niet hoeven erin te hoeven te zitten. Boven is ook een beetje veel campgedrag en zo. Vond het wel moeilijk om 4 en 5, zeg maar, hey, Hijack en Carrier, die konden ook voor mij omgedraaid zijn. Maar, ja, ik weet niet. Als je toch zegt van, hey, als je 6, bijvoorbeeld 6 tegen 6, ik speel vaker 6 tegen 6 op Black Ops 2, dan zou ik toch Hijack kiezen, denk ik, boven Carrier. Gewoon omdat je ook meer kills kan maken, zeg maar. Wat is nog verder heel erg leuk aan die map? Ja, het is gewoon een heerlijke map en het is eigenlijk al heel erg duidelijk, hè. Spons ook een... het is, heeft normaal zijn voordeel en een nadeel. Op positie nummer 3. Raid. En Raid speelt zich af bij een villa. In ieder geval een hele luxe villa. En ook daarin zijn eigenlijk de spawns redelijk duidelijk. Redelijk veilig. Het is een overzichtelijke map. Er zijn eigenlijk 3 looproutes. Je hebt een looproute in het midden natuurlijk. Je hebt een looproute aan de zijkant via de... ja, via het zwembad, via pool, zoals jullie altijd noemen. Voor competitive mensen het noemen via de poolside. En dan basket, zeg maar. En aan de andere kant heb je dan, ga je naar garage toe, zeg maar, via de andere kant.
Hè, voor de mensen die dit zo willen horen in ieder geval. En aan de andere kant heb je nu de Raid zelf. Waar ook bijvoorbeeld de B-vlag zit. En op de Raid zelf zit trouwens ook de eerste hardpoint. Raid is een van de meest populaire mappen, denk ik wel. Zo waar niet de meest populaire map van Black Ops 2. Voor mij staat hij op plek nummer 3. En dat komt eigenlijk door het middengedeelte. Ik vind het zelf ook daar weer. De snipers vind ik daar veel dienst uit maken. En heel veel mensen gaan daar met een LMG Target Finder. Gaan ze daar headlits en zo. En van de ene kant naar de andere kant van. Dus vandaar dat ik die op positie 3 heb gezet. Maar en nogmaals, als ik bijvoorbeeld zeg van hey, Raid of Hijack. Dan zeg ik Raid als eerste. Dus vandaar dat Raid bij mij op de derde positie zit. Op plek nummer 2 staat de map Slums. En Slums speelt zich af op een, zeg maar in een in Panama City. Dat moest ik even kijken waar dat precies was in ieder geval. Maar het speelt zich af rondom een plein natuurlijk. En het is op zich een hele kleine map. Best wel open eigenlijk. Ik bedoel eigenlijk meer voor de lucht, zeg maar. Hè? Dus als je bijvoorbeeld daar een stealth chopper of een escort drone heb, dan kan je daar heel veel kills mee maken. En ik heb ook daar heel veel gameplays opgehaald op Slums. Omdat het gewoon, ik weet niet, het is gewoon een hele makkelijke map eigenlijk. Je hebt natuurlijk wel een huisje aan de zijkant, hè, Blue. En maar, dat is eigenlijk het enige huisje wat er echt in zit. Ja, aan de andere kant heb je Garage ook nog dan. Maar nou, verder heb je eigenlijk, is eigenlijk die map heel erg open, heel erg overzichtelijk. En je hebt ook daarop eigenlijk maar 3 looproutes natuurlijk. Via de buitenkant, voor mij is dat Bricks, dat jullie dat noemen. En aan de andere kant Blue dus. En in het midden heb je natuurlijk Statue. Heel erg duidelijk. Gaan we naar plek nummer 1. En nogmaals, dit is mijn top 5. Dus als je een andere top 5 hebt, moet je dat vooral achterlaten. En dan zeg ik sorry in ieder geval. Maar op plek nummer 1 staat toch wel Standoff. En Standoff is gewoon echt een hele leuke map. Heel veel gameplay opgehaald. Eigenlijk gewoon een hele logische map eigenlijk. En eigenlijk ook heel erg weinig huisjes. Jij hebt natuurlijk wel het middenhuisje. Brown. Maar dat is eigenlijk het enige camphuisje wat ik me kan bedenken. Ja, je hebt eigenlijk 3 huisjes. Nou, 4. Hè? 4. Je hebt al 4 huisjes. 4 huisjes. Maar ja, op zich, je kan er niet zo heel veel in campen. Je kan er behoorlijk gewoon goed flanken. Je hebt redelijk ook goed overzicht ook over de B-vlag. Maar dat is het enige minpuntje weer. Snipertje dat je daar kan hebben. Maar ja, dat is eigenlijk wel op elke map. Dus het valt wel mee eigenlijk. En vooral op Gun Game vind ik eigenlijk Standoff de meest leuke map om te spelen. En de meest makkelijke map eigenlijk qua Gun Game. Ik denk dat hij ook, net zoals met Slums, eigenlijk gewoon meeste gameplay daarop gehaald heb. Dat waren in ieder geval de mappen van mij. Mijn top 5 van Black Ops 2. Heb jij natuurlijk een andere top 5? Moet je dat gewoon even achterlaten bij de comments. Dan gaan we volgende keer hebben we natuurlijk weer over een andere Call of Duty. We gaan eerst even de mappen doornemen. En daarna gaan we gewoon over naar de wapens. Ook leuk natuurlijk. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. En jongens, zeg ik natuurlijk zoals altijd. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En bye bye.